welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer iets leuks uitproberen voor de wenkbrauwen. Dat vinden we natuurlijk altijd fijn. Ik heb hier de Makeup Revolution Brow Tint. Deze heb je in 3 kleuren. En dit is dus zoals de naam al zegt een tint voor je wenkbrauwen. Als je deze aanbrengt en even laat zitten en het eraf haalt, moeten je wenkbrauwen dus meer zijn opgevuld en wat donkerder zijn. En dat moet goed blijven zitten voor 3 dagen. Dus dit gaan we vandaag proberen. Ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, ik heb niks op mijn gezicht. Voor de veranderingen heb ik ook mijn wenkbrauw een keer niet gedaan. Natuurlijk niet, aangezien we een wenkbrauwproduct gaan gebruiken. Ik heb wel microblading laten doen 6 weken terug. Ik moet aanstaande dinsdag moet ik terug voor mijn tweede behandeling. Want je moet altijd 2 behandelingen doen. Maar voor die tijd ga ik deze proberen. En deze blijft in principe maar 3 dagen goed. Dus dan als ik mijn microblading heb, moet dit er al af zijn. Dus dit is het perfecte moment om deze uit te gaan testen. Dit is de Makeup Revolution Brow Tint in de kleur Dark Brown. Deze kost slechts €5,50. Makeup Revolution make-up is altijd vrij betaalbaar. En ik heb deze van beauty88.nl. Ik zet alles gewoon weer in de beschrijving. Dus jullie kunnen deze snel vinden mocht je deze willen. En je hebt deze 3 kleuren in Dark Brown. Dat is dus de kleur die ik heb. Je hebt Medium Brown en je hebt Taupe of Taupe. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Volgens mij Taupe. Dat is dus de lichtste kleur. Ik heb obviously de donkste kleur. Aangezien mijn haar zwart is en... ja, dus mijn wenkbrauwen moeten ook gewoon de donkste kleur zijn. Dit is dus zo'n brouwtint die je op je wenkbrauwen doet. Even laat zitten, eraf haalt. En dan altijd goed is, heb je 3 dagen lang gewoon mooie wenkbrauwen zonder te hoeven bij te werken. Nou, dat is dus ideaal, aangezien ik mijn wenkbrauwen altijd moet doen als ik mijn opmaak. Ook al heb ik microblading laten doen. Microblading is puur zodat ik gewoon mooie wenkbrauwen heb als ik geen make-up op heb. Maar als ik mijn opmaak, zal ik altijd mijn wenkbrauwen moeten blijven doen. Want als ik ben opgemaakt, moeten mijn wenkbrauwen ook gewoon super strak zijn en super mooi. Ik heb al een keer zo'n product eerder gebruikt, echt maanden geleden van een ander merk. Die was niet zo'n succes, die was van Kiko. Die was echt een faal, je zag echt helemaal niks. Ik heb video's gezien over deze en het leek best wel goed. De meiden hadden toen echt best wel volle wenkbrauwen en het bleef best wel goed zitten. En er was echt heel veel pigmentatie, dus ik hoop dat het bij mij ook zo gaat zijn. Want je weet het nooit, in die video's ziet het er altijd zo perfect uit. Maar als je het dan zelf probeert, denk ik echt van... bruh. Nou, achterop staat dus hoe je het moet gebruiken. Je moet beginnen dus met schone wenkbrauwen, dat heb ik. Apply to brow to create desired shape. Nou, je moet het gewoon aanbrengen in de vorm die jij wilt. En je moet het laten voor 2 uur. En dan moet je het eraf halen. En dan ja, heb je dus mooie wenkbrauwen voor up to 3 dagen. Dus maximaal 3 dagen. Nou, dit ga ik dus doen. Nou, ik ga deze kwastje gebruiken. Deze is van BH Cosmetics 107. Dit is van de Golden Set. Hierover heb ik het ook gehad in mijn video waar ik praat over kwasten. Mijn haar zit trouwens een beetje plat omdat het nog best wel nat is. Nou, ik heb hem eruit gehaald. Deze is best wel groot. Ik denk dat het zo'n kwastje is. Ja, dit is gewoon zo'n kwastje. Ik zou niet gelijk met dat kwastje over je wenkbrauwen gaan, want dan wordt het gewoon echt een puinhoopje. Ik ga eerst even met een spoelie over mijn wenkbrauwen, zodat ze in ieder geval goed zitten. En dan pak ik gewoon het product en dan met de kwast haal ik het eraf en dan ga ik gewoon mijn wenkbrauw tekenen. Nou, ik moet me hiervoor echt concentreren, want dit moet echt goed gaan. Ik begin altijd eerst met de buitenkant. Dat doe ik ook altijd als ik mijn wenkbrauwen teken. En ik breng echt het meeste aan de buitenkant en in het midden. En dan hiervoor breng ik iets minder aan. Zodat je een beetje dat ombre effect krijgt. Anders wordt het hier zo'n blokje. En ik denk niet dat dat is wat je wilt. En ik doe hier gewoon zo van die stroken omhoog. Alsof ik gewoon haartjes teken. Nou heb ik mijn wenkbrauw gemaakt zoals ik het normaal zou tekenen. En nu ga ik wel direct met deze applicator er gewoon zo overheen om het wat donkerder te maken. Donkerder. Ik zeg steeds donkerder, what the fuck. En dan ga ik nou dit ook doen bij deze wenkbrauw. Mensen, ik ben echt zo benieuwd. Ik hoop echt dat het echt lukt. Ik heb ook een keer een wenkbrauwhack gedaan met mannenbaardverf. Toen heb ik precies dit gedaan met de baardverf. En dat was echt geweldig. Als je die video wilt zien, klik even hierboven. Die hack was echt geweldig. Het bleef echt super goed zitten. Dus ik hoop dat het met dit ook is. Want deze kun je tenminste vaker gebruiken. En dat komt met die baardverf niet. Dan was het gewoon 1 keer. En dat had je dan €16 gekost. En dan kon je 1 keer je wenkbrauw doen. En deze is maar €5,50 en je kunt er vaker mee doen. Dus ik hoop dat deze even goed is.
Als je een beetje twijfelt of je je wenkbrauw toch dikker wilt of dunner, maak hem gewoon dan maar wat dunner. Want als hij wat dunner is, kun je hem altijd nog wat dikker bijtekenen. En als hij te dik is, is het gewoon moeilijk om hem weer dun te maken. En nou ga ik er gewoon weer met de applicator direct overheen. Ik breng gewoon lekker veel aan, zodat het gewoon echt donker wordt hopelijk. Als je een beetje een foutje maakt, kun je met een wattenstaafje het een beetje wegvegen. Nou, het zit er bij allebei op. Het is niet echt heel perfect, maar ja, dat lukt ook gewoon niet echt. Ik moet het nou 2 uur erop laten, dus dat ga ik doen. In ieder geval minimaal 2 uur, want ik denk dat hoe langer hoe beter is. Maar ik ga het in ieder geval minimaal 2 uur erop laten, want dat is wat er ook staat. Het is nu 11 uur 's ochtends, dus om 1 uur... is het klaar, dan mag ik het eraf halen. Maar om 1 uur begint het huwelijk van prins Harry en Meghan. En ik wil die dus gaan kijken. Dus ik ben waarschijnlijk terug over 2,5 uur à 3 uur. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, mensen, oh mijn god, ik ben echt veel te lang weg geweest. Het is nu 3 uur. Oh mijn god, ik was naar het huwelijk aan het kijken van Meghan en prins Harry. En het was super cute. Ze zag er echt mooi uit. Ik vond het echt super, super cute. En voor ik het wist, was het 2:30. Deze wenkbrauw is er ook al gewoon een beetje aan het afgaan. Dus het wordt echt tijd dat ik het eraf haal. Want ik heb het er echt veel te lang opgelaten. Nou, echt meer dan 2 uur. Mensen, laat het gewoon 2 uur. Ga niet zo overdreven doen als ik. Behalve als het er nou ineens heel goed uitziet, dan moet je het wel zo overdreven doen. Oké, ik denk dat je het gewoon zo met je handen af moet halen. Nou god, ik kan het al hier zien. Oh, volgens mij heeft dit echt nodig. Misschien is het handiger als je tegen de haren intrekt. Maar ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen als ik tegen de haren in moet gaan. Echt, it makes me cringe. Dus ja, ik ga dat dan ook gewoon ook echt niet doen. Het gaat er op zich wel gewoon makkelijk vanaf. Daar niet van. Oh mijn god, dit heeft echt nut. Ik ben altijd zo overdreven enthousiast. Besef dat ik me nog inhoud. Hè? Altijd als ik video aan het maken ben en ik ben enthousiast over iets. Ik hou me eigenlijk altijd nog in omdat ik niet overdreven en verschut wil doen. Maar dit soort dingen maken me altijd echt super enthousiast. Ik ben altijd blij als dit soort dingen werken. En ook omdat het zo goedkoop is. €5,50. Ik hoop ook gewoon dat het echt 3 dagen blijft. Of op zijn minst 2 dagen. Als hij 2 dagen blijft, ben ik blij. Oh mijn god, volgens mij is ze nou hier helemaal af. Ik ga even een spoelie pakken. Dit heeft echt nut, jongens. Oeh. Nou, dit heeft echt nut. Kijk, alles is eraf gewoon. Oh, ik ben blij dat het gewoon echt blijft zitten, joh. Oké, nou moet ik even die andere eraf halen. Dit wordt denk ik iets moeilijker, want die aan die kant was er al een beetje afgegaan, soort van. En deze zit er op zich nog best wel goed op. Misschien met de spoelie. Ja, mensen, gebruik een spoelie. Als je een spoelie gebruikt, gaat het er gewoon echt in 1 keer af. Oh my god, en mensen, ik heb echt niet veel wenkbrauwen of zo. Dus ik sta altijd gesteld als dit soort dingen werken voor iemand met zo weinig wenkbrauwen als ik. Oh ja, I love it. Dit werkt gewoon even goed als die baardverf heb. En dit dingetje is best wel groot, dus je kunt het echt wel lang gebruiken gewoon. Wow, ik vind dit echt ideaal. Dit is een soort van henna wenkbrauwen, maar dan geen henna. Nou mensen, dit is het dan. Dit was de video. Het werkt gewoon. Ik hoop ook dat het 3 dagen blijft zitten. Ik ga even over 3 dagen een update geven. Ik zet hier beneden in de beschrijving dus over 3 dagen hoe lang het beleefd zit. Maar ja, zoals ik al zei, als ik maar ga opmaken, doe ik mijn wenkbrauwen gewoon alsnog. Want ik wil het gewoon mooi strak hebben. Maar dit heeft dus echt nut. Jullie kunnen het echt zien. Dit heeft echt nut. €5,50 mensen. Ik raad het zeker aan. Ik ga me nou even opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik ben nou helemaal opgemaakt. Ik heb gelijk een andere video gemaakt. Multitasken, 2 video's maken in 1 keer. Dat moet wel als je zoveel werkt en niet veel tijd hebt. Dan moet je een beetje multitasken. Deze is dus zeker een go. Ik heb nou wel een beetje mijn wenkbrauwen bijgetekend. En strakker gebruikt met concealer. Maar het was echt heel minimaal. Jullie hebben net ook gewoon gezien. Deze vult je wenkbrauwen zeker op. Deze is dus zeker de €5,50 waard. Hij is echt, echt heel goedkoop. Ik ga deze zeker gebruiken. De baardverfhack vond ik ook echt heel fijn. Maar het grote nadeel was gewoon waardoor ik het ook echt niet meer heb gebruikt. Is dat ik iedere keer voor €16 baardverf moest gebruiken. Om dan 3 dagen goede wenkbrauwen te hebben. Vond ik het persoonlijk gewoon niet waard. Dit vind ik het wel waard omdat hij zo goedkoop is. En zo groot is ook. Hiervan stond ik echt versteld. Ik had echt dit verwacht. Die van
Kiko was ook echt ongeveer zo groot, maar hier zit dus een stuk meer in. Je kunt deze kopen bij beauty88.nl, vast ook al op andere plekken, maar ik heb hem vandaag. Laat me weten wat jullie ervan vinden, de mensen die deze al hebben geprobeerd. Laat me weten, laat me gewoon van alles weten in de reacties. Doe maar gewoon iets, reageer, ik vind het altijd leuk. Vergeet ook niet te liken en te abonneren en op het belletje te klikken naast abonneren, zodat je zeker al mijn video's ziet. Er zijn zoveel mensen die continu mijn video's bekijken, maar gewoon niet zijn geabonneerd en niet liken. Like, kom op mensen. Steun je girl. Nou, dan hoop ik jullie gewoon weer snel te zien bij mijn volgende video. Komt zaterdag om 1 uur. Doeg!